Ja, Wilfred, een uitzending zonder publiek, hoe is dat? Is hij nou gedesinfecteerd deze of niet? Ik heb hem net schoongemaakt, gewassen, gedroogd, ik kan er niet zoveel meer aan doen. Is dat goed dan? Ja, dan hoop ik het wel. Nou, we staan ongeveer op 1,5 meter, dus dat moet goed zijn. Oké, nou dan doen we het gewoon, daar zijn we. Ja. Nee, het was best oké. Okay. Ja? Anders, lastig, moeilijk? Nou, ik moet wel zeggen, je moet even wennen aan het feit dat er geen publiek bij is. Maar het voordeel was dat de Clarksen zijn. Die zijn in een groot aantal mensen, met een groot aantal mensen. Bovendien lachen die altijd om alles. Dus dat is ook lekker, nee, zonder gekheid. Dan merk je net dat kleine beetje wat je dan nodig kan hebben om even te voelen wat wel of niet werkt. Maar verder ging het best oké. Okay. En nou hoor ik jou net wat zeggen. Jij krijgt daarom zelfs appjes van de grote in de Nederlandse televisie. Nou ja, ik kreeg eerst een appje van Eus. Euskan Akjol, die het heel leuk vond. En toen dacht ik dat hij me de gek aan zat te steken. Toen stuurde ik terug, zit me nou de gek aan te steken? En toen stuurde Matthijs van Nieuwkerk, die zat samen ook al blijkbaar met hem te kijken, terug van nee, we zitten echt enorm te genieten. Het is hartstikke leuk. Ja, maar die is dus fan. Ja, zij sturen het allebei al. Zeker Matthijs is een groot fan van het programma. Die mist er niet één. Jij hebt twee jonge kinderen. Je hebt ook twee wat oudere ouders. Die wat leeftijd zijn. Maak jij je zorgen? Nou ja, voor hun wel. En zeker voor mijn ouders. En als ik naar mezelf kijk, ik bedoel, mensen vragen, ben jij wel eens bang dat je het krijgt? Ik bedoel, als ik het krijg, krijg ik het. En het enige wat, als je het mee zou overkomen, zou ik het heel erg voor me met nog jonge kinderen vinden. 7 en 10 jaar oud. Verder kun je alleen maar doen wat je nu allemaal doet, weet je wel. Zorgen dat je niet dicht bij een microfoon komt. Dat je een beetje uit elkaars buurt blijft, dat je je handen wast. En dat je met z'n allen in Nederland beseft dat het echt wel veel heftiger is dan met z'n allen denken. Dus geen lockdownparties. Bij jezelf denken dat het gewoon een griepje is wat ik nog overal lees. Het is echt wel heftig wat er gaat gebeuren. Zeker de komende weken. Wordt echt heel zwaar. Dat heeft minister-president Rutte natuurlijk ook gezegd. Het grootste gedeelte van het land kan dit ook krijgen. Denk jij dan ook dat jij dit kan krijgen? Ik acht de kans behoorlijk aanwezig dat ik het krijg. Ik ben heel veel buiten. Ik werk door. Ik heb elke dag een radio-uitzending. 5 dagen per week. Heb ik ook nog 2 dagen per week een tv-uitzending. Er is dan nu wel geen publiek bij. Maar dan lopen hier nog steeds zoveel mensen. Technici, collega's, eindredacteuren. De kans dat er eentje tussen zit die het heeft en die het overdraagt is natuurlijk behoorlijk groot. Dus ik acht die kans behoorlijk aanwezig, ja. Maar vind je het dan nog wel verantwoord om dit te maken? Nou ja, dat is een dubbel gevoel. Ik bedoel, naast het feit dat met media zorg je er ook voor dat mensen thuis een beetje vermaakt worden en dat het land toch nog een beetje, voor zover we dat kunnen, opgevrolijk kan worden. En daarnaast is het ook nog zo dat je ook een bepaald soort verantwoordelijkheid hebt, denk ik. Ik bedoel, als het echt te gevaarlijk wordt en als er situaties ontstaan. Ik hoor nu in Frankrijk en ook in Duitsland de lockdown. Ik weet niet voor welke beroepen dat er ook gaat gelden. Maar tot die tijd gaan we gewoon door. Is dit nou de meest unieke aflevering die je ooit hebt gemaakt van Veronica en Zuid? Ja, de meest unieke is wat we net hebben laten zien. Dat er op een gegeven moment zoveel sneeuw was een aantal jaar geleden. Dat ik niet vanuit Amsterdam hier in Hilversum kon komen. Toen ben ik naar de Fox Studio gegaan bij de Arena. En daar heb ik de presentatie gedaan vanaf een monitor. Die stond dan hier ook met een monitor. En dan zagen ze mij dus hier aan tafel zitten. En op een gegeven moment hebben ze die ook uitgezet, helemaal aan het einde van de uitzending. Maar ik moest wel het gesprek leiden. En er zat een hele kleine vertraging in. Dus ik moest ook zorgen, ik moest niet de ad rem zijn. Ik moest precies de inleidingen doen. En dat was zo absurdistisch dat je met een presentator zat te presenteren die op een andere plaats zat. Dat overtrof eigenlijk nog het feit dat je geen publiek had. Want hier hebben we wel elkaar. Hè? De chemie is onderling natuurlijk altijd wel goed. Maar die was vanavond echt perfect. Ja, maar ik kan me natuurlijk ook voorstellen dat je zegt, omdat het publiek, dat heeft toch een belangrijke rol. Omdat het ook meelacht. Daardoor ga je misschien wat meer op een vleugeltje zitten. Dat het misschien wel motiveert. Ik merkte dat dit minder moeilijk was dan die keer vanaf die monitor. En dat we met z'n drieën daar aan de andere kant zaten. Omdat je daar bijna elkaar niet kan voelen. En we voelden elkaar heel goed aan vanavond. Weet je wel. Er zat eigenlijk wel die ouderwetse zwoeng in. En die was nog veel leuker geweest als het publiek bij was geweest. Want ik probeer hier en daar wel te smieren. Maar het smieren is net iets lastiger, omdat je dan de reactie niet krijgt. Maar gelukkig hadden we de jongens van de Clarks hier zitten en die reageren nog. Ja, en André natuurlijk, hè, die probeerde toch dat publiek wat er niet was toch een beetje mee te nemen. Ik moet zeggen, André is een voormanager van de buitencategorie. Ja, dat doet hij heel knap. Ja. Nee, goed, conclusie, chemie is er nog. Ja. Wat dat betreft, gewoon doorgaan tot nog toe. Het enige is wel, kijk, nu is alles nog actueel en gebeurt het allemaal net voor het eerst, weet je wel. En we komen nu in een situatie terecht die we niet kenden. Maar de komende weken zou het best wel kunnen zijn dat er niet veel meer gaat gebeuren. Dat het een status quo gaat worden, dat we alleen maar thuis kunnen zitten en niet veel meemaken. Ja, ik ben heel benieuwd hoe we het dan gaan vullen. Denk je dan dat het misschien even van de buis gaat? Nou ja, je moet niks uitsluiten. Ik bedoel, dat kan wel gebeuren. Het zal niet aan ons liggen. Wij willen graag door. En als de ziekte ons niet te pakken neemt en nog steeds gelegenheid is om hier aan het werk te kunnen, dan gaan we dat zeker doen. Kijk, bij radio is het nu al zo dat ik daar een setje heb gekregen om even tot thuis te presenteren. Maar dat kun je bij ons niet gaan doen om allemaal vanuit je eigen huiskamer te gaan presenteren. Staat als KPD. Ja, maar je hebt daar toch al over gesproken met de hoge baas bij Talpa, neem ik aan? Ze bekijken het week voor week. Ja, het is eindelijk zover. Hij is er. Heeft even geduurd, maar we hebben hem hoor. De app. Voor meer leuke video's en het laatste voetbalnieuws, download hem dus. De Veronica Insight app. Hij is er echt nu. Echt waar.